waar begin je met het herstel? En die gebouwen die kun je herbouwen en dat betaalt Europa vast wel weer. En, ja. Maar waar begin je met het herbouwen van mensenlevens? En begin je met het herbouwen, want dat is uiteindelijk natuurlijk de crux, van vertrouwen in elkaar. Dat Israël niet weer bombardeert. Hoe ga je als Israël zijnde vertrouwen dat als je de Westbank op een gegeven moment aan een Palestijnse staat laat, dat daar niet allemaal tunnels gegraven worden en dat je dan 7 oktober helemaal opnieuw krijgt? Dat vertrouwen. En dat is de reden waarom ik nog weer pessimistischer ben. Dat vertrouwen, dat is alleen maar verder weg. Ja.